Dank u wel. Welkom bij de Jazz Express in deze ode aan Charlie Bird Parker, die 14 dagen geleden, was het volgens mij, vorige week, was het zijn 100ste geboortedag. Dus het mag wel even gevierd worden, vind ik. Ik bedoel, Bach wordt gevierd, Beethoven wordt gevierd en ik vind dat Charlie Parker zeker gevierd mag worden voor de jazz. En dus ons programma is eraan gewijd aan Bird. En het eerste stuk wat hij hoorde was een stuk, ik dacht dat het van Charlie Parker was, maar Bert Vuijsje wees mij erop dat het van Howard McGee was. Ik had niet goed gekeken. En dat heet Stupendous en het is gebaseerd op de akkoorden van Swanderful. Het volgende stuk, dat is een stuk van Marius Bates en dat is weer gebaseerd op de akkoorden van het volkslied van de bebop, Confirmation. En dat heet Birdie Num Num. Thank you.
Marius vond het goed, zei hij. Burning Num Num van Marius Bates. Maar gebaseerd op het stuk van Charlie Parker, Confirmation. We gaan verder met een heel bijzonder stuk. En dat is een arrangement van Rob van Bavel van Relaxing at Camarillo. Camarillo was de psychiatrische inrichting waar Charlie Parker naartoe moest in 1947. Toen hij eigenlijk instortte na het stuk van de naam van Loverman. En Rob, die vlak voor de opname van onze cd het probleem kreeg met zijn handen. Hij kreeg een blessure. En dat vond hij verschrikkelijk. We moesten toen 3 pianisten optrommelen om hem te vervangen. En kun je nagaan hoeveel die waard is, hè? Zo is het. En Rob die vond het vreselijk. Die zat daar thuis en die voelde zich net alsof hij in Camarillo zat. Dus de avond van tevoren dat we een repetitie hadden, toen kwam ineens via de mail kwam een arrangement binnen van hem. En dat was Relaxing at the Camarillo. Een fantastisch arrangement. En hij noemde het Relaxing at the Camarillo or Going Nuts. Hier komt Relaxing at the Camarillo.
Relaxing uit Camarillo. Rob van Babel, dames en heren. Geef hem een extra applaus. Ian Cleaver, trompet. Sjoerd Dijkhuizen, tenorsa. Marius Beet, contrabas. Het volgende stuk is een ballad. Dus de heren mogen gaan. Want we spelen met een trio. En Tineke die had uitgekozen om Loverman te spelen. En op de plaat speelt ze daar een fantastische uitvoering. En dat gaat ze nu weer doen, dat weet ik zeker. Loverman, Tineke Posma. Thank you.
Tini de Postma, Love Man. Prachtig uitvoering. Tineke stond trouwens hoog genoteerd in de Downbeat Critics Poll. Dat is een van de weinige Nederlanders in Amerika die daar in de Downbeat Poll. Een van de eerste weinige Nederlanders die in de Amerikaanse Downbeat Poll staat. Heeft gestaan, staat nog. En dat is fantastisch dat ze dat gedaan heeft. Dus geef ze maar een extra applausje dan. We gaan verder met een stuk Blues van Parker. En dat stuk heet Bongo Beep. En dat hebben wij maar omgezet in een New Orleans feeling. En dat gaan we nu spelen voor u. Bongo Beep van Charlie Parker. Thank you.
Goedenavond allemaal. We zijn hier met weinigen, maar dat zijn dus de kenners, mogen we hopen. We zijn hier dus bijeen om, om de 100ste geboortedag van Charlie Parker te memoreren. En dat is volgens mij hoog nodig, want ik heb niet zo lang geleden een op dit gebied onthutsende ervaring gehad. Een groep jaargang studenten van mijn masteropleiding journalistiek aan de UvA, die had bedacht dat het leuk was om in coronatijd een pubquiz onderling te organiseren via internet met Zoom en zo. En toen hadden ze ook bedacht dat het leuk was om hun oud-docenten te vragen om dan een vraag te stellen door een filmpje. Zo'n beetje zoals in De Slimste Mens ook gebeurt. En ik werd dus ook benaderd. Toen dacht ik, weet je wat, ik maak het niet al te moeilijk. In mijn huiskamer hangt een groot schilderij van Charlie Parker. Gemaakt door Tjarko ten Have, die betreurde schilder uit Rotterdam. En ik ging voor dat schilderij staan. En ik sprak ongeveer de volgende tekst uit. Hij werd geboren op 29 augustus 1920 in Kansas City. Hij stierf op 12 maart 1955 in New York, nog maar 34 jaar oud. Hij was volgens velen, en zeker volgens mij, de grootste muzikant uit de jazzgeschiedenis. Wie is hij? Ik hoorde later van mijn studenten dat alle deelnemers aan de quiz hetzelfde antwoord hadden gegeven. Miles Davis. Ja, zo zit dat dus. Maar dat neemt dus niet weg dat Charlie Parker voor de ontwikkeling van de jazz van een ongelooflijk groot belang is geweest. Ik heb hier een citaat wat ik even ga voorlezen van een Amerikaanse muzikoloog. Die heeft een analyse van zijn oeuvre gemaakt. En dat kwam erop neer dat Parker, ik lees het even in het Engels voor. He drew primarily on a repertory of about 100 motives of various lengths, modifying them and combining them in a variety of ways. Met andere woorden, zijn complete muzikale oeuvre bestond in feite uit 100 licks, waar hij een beetje mee varieerde en combineerde. Maar, moet je hier onmiddellijk aan toevoegen, die 100 licks, dat lijkt niet veel, vormen samen de taal van de bebop, de taal van de moderne jazz. En Gary Giddens, ook een bekende Amerikaanse jazzauteur, heeft iets heel wezenlijks over Charlie Parker gezegd. We hear him more than we know. He, dat gebeurt dus dagelijks dat je muziek hoort zonder te beseffen hoe belangrijk het aandeel van Charlie Parker in de ontwikkeling van die muziek is geweest. Erik Ineke en zijn groep hebben dus het goede idee gehad om ter ere van zijn 100ste geboortedag een cd te maken. En dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren aanpakken. Zij hebben het volgens mij op een hele goede manier gedaan. Wat ze niet hebben gedaan is met een soort van, als een soort van monumentenzorg zijn beroemdste stukken nog eens een keertje nagespeeld. De grote Parker Classics, die heeft u vanavond niet gehoord en die staan ook niet op de cd. Now's the Time, Billy's Bounce, Scepter from the Apple. Ze hebben dus juist minder bekend Parker repertoire genomen. U hoorde vanavond de Stupendous en zojuist de Bongo Beep. En het laatste stuk is ook weer een van de meer obscure Parker dingen. En net zo belangrijk is wat ze met die muziek gedaan hebben. Ze zijn dus niet Parker gaan naspelen 60 jaar later. Of 70 jaar later. Ze zijn daar hun eigen muziek van gaan maken. In het volle besef en volle bewustzijn van de wortels. En respect daarvoor. Maar tegelijkertijd ook met de drang om het hun eigen tijdse draai te geven. Ik heb het in het verleden vaak gehad over jazz uit de tijd van de jazz. Wat we hier vanavond hebben gehoord was volgens mij een ideale combinatie van jazz uit de tijd van de jazz en jazz van 2020. Die cd die straks beneden, heb ik begrepen, in het atrium te koop is voor de scherp gecalculeerde prix-damie van €15. Die bevat een flink aantal hoogtepunten. Ik wil er twee uithalen die we hier vanavond ook net gehoord hebben. Ik vond werkelijk fantastisch de manier waarop Rob van Bavel, Relaxing Camarillo, een Parker thema, heeft uitgewerkt tot een, in feite een meerdelige suite. Waarbij je eigenlijk alleen aan het begin in de piano intro een clue van het stuk hoort.
En dan moet je tot het eind van, van de hele vertolking wachten voordat het thema eindelijk opduikt. En dat is echt fantastisch gedaan. Nou, een ander hoogtepunt hebben we net gehoord. Ik vond het de manier waarop Tineke Postma Loverman speelde. Ik heb ademloos geluisterd en u waarschijnlijk ook. Dus ik hoop dat deze cd het succes krijgt dat hij verdient. En ik heb nu de mooie taak om het eerste exemplaar te overhandigen aan Erik Ineke. Waar is Erik? Ja. En tot ziens allemaal. Dames en heren, Bert Vuijsje. Wel weer dat Bert is een heel belangrijk iemand achter ons Nederlands Jazzarchief. En het Nederlands Jazzarchief is een van de beste archieven die je kan voorstellen, denk ik, in de jazz. Het was zo goed gedocumenteerd allemaal. Ze hebben ook een fantastisch blad, wat vier keer per jaar uitkomt. Ik zou zeggen, vier keer, hè? Ja. Vier keer. Ja. Kwartaalblad. Oké. Okay. En ik zou zeggen, als u nog geen lid bent, word daar lid van. Want u steunt daar namelijk een fantastisch archief mee. Met geweldige verhalen en de hele geschiedenis van de jazz. Elke keer als ik het blad zelf onder mijn ogen krijg, dan denk ik van verrek, dat wist ik nog niet. Wat leuk zeg. En echt hartstikke goed. Heel goed gedocumenteerd. Muzici schrijven erin. Er zijn columns, er zijn verhalen. En het is echt ontzettend goed gedaan. En ik zeg, steun het Nederlands Jazzarchief. Heel belangrijk. En ter aanvulling, als u nieuwsgierig bent, op de site van het Nederlands Jazzarchief zit een klik, kennismaking. En als u dat aanklikt, dan kunt u een gratis kennismakingsnummer van Jazz Bulletin plus een informatiepakket over het archief krijgen. Dus doet u dat vooral. En wat u ook heel belangrijk vindt, om even iets te zeggen, blijf alsjeblieft ook het BIM-huis steunen. Want dat moet overeind blijven. Het is een van de mooiste podia in Europa, absoluut. En de zinnen zijn er al niet zoveel meer over. Er is de Ronnie Scott Club in Londen. Net is de Montmartre, een van de oudste jazzclubs in Europa, is net failliet gegaan. En dat is heel tragisch door de corona. Wie nog 1,5 miljoen in zijn zak heeft, die kan de club nog overeind houden. Wie? Nee, niemand. En dat is heel tragisch als dit soort dingen gaan gebeuren. Dus dat mag met het BIM-huis zeker niet gebeuren. Daarom vind ik het geweldig dat u toch allemaal hier gekomen bent in deze coronatijd. En dat we toch een volle zaal hebben. En dat vind ik echt geweldig. Heel stimulerend voor ons ook weer dat we weer mogen spelen. Dat is ook weer fantastisch. En dus hoop dat u dit BIM-huis ook blijft steunen. We gaan naar het laatste stuk toe van de avond. Maar voordat we stoppen, wil ik u nog even voorstellen aan deze fantastische muzikanten. Allereerst Tineke Postma, alt saxofoon. Geweldig, Rob van Bavel, piano. Blij dat hij weer terug is bij ons. En de meester van het ritme en een van de best en meest swingende bassisten in Europa, vind ik. En ik ben heel blij dat ik al meer dan 20 jaar met hem speel. Onderhand al 20 jaar bij het Rijn de Graaf trio. En ook met dit quintet en met diverse andere voor formaties. Dames en heren, Marius Beets. Trompet, ben ik heel blij dat we zo'n fantastisch jong talent hebben. Hij is 23 jaar. Hij heeft de Prinses Christina concours gewonnen. Hij studeert ook in New York. En het is echt een fantastisch talent. Ian Cleaver. En op tenorsax, die ken ik al heel lang. En dat is echt een van de meest swingende tenoren. De diepe sound, de vette sound. Daarom zit hij ook in dit quintet. Want ik ken geen enkele tenor die zo'n sound heeft als Sjoerd Dijkhuis. Het laatste stuk, Charlie Parker. Een uptempo. En nogmaals dank. En koopt u alsjeblieft onze cd. U steunt daar ons ook weer mee. En bovendien is het een geweldige cd. En u kunt het verkrijgen in het atrium voor €15. En zo, we gaan naar het laatste stuk. Dank ook, Bim Huis, iedereen, Bert Huisje,
voor zijn presentatie en de hele band en iedereen en het publiek. Dan dank u dat u bent gekomen. En het laatste stuk dus, Merry Go Round. Merry Go Round van Charlie Parker.